Hoi, wij zijn Lisa en Erik. In januari 2020 gooiden wij het roer om. We verkochten ons huis, namen ontslag en gingen voor onbepaalde tijd het grote avontuur aan. Dat betekent dat we dagelijks de portepot in mogen legen, leven op 5 vierkante meter en elke nacht op zoek mogen naar een nieuwe slaapplek. En dat allemaal in ons camperbusje Fred, een Iveco Daily uit 2003. Na een paar maanden in Turkije te zijn geweest, vervolgen we onze reis naar Japan. Het is in een nieuw land. Yes, we zijn er. We hebben Georgië bereikt. Ja, en het ging soepel. Het was gigantisch druk. Maar we hebben, met vrachtwagens vooral. Ja, vooral met vrachtwagens, ja. Het was bijna speciaal dat wij er met ons eigen busje binnenkwamen, leek het. Vooraf hebben wij een online autoverzekering moeten afsluiten, want onze camperverzekering hier. Die je dus ook hier kan doen. Dus het was volle bak check, check, check. Maar we hebben alles gered en Fred is door de keuring heen, dus we gaan zien wat Georgië ons gaat brengen. Ja, en we mogen hier nu heel lang blijven, dus dat is leuk. Nou, we zijn aangekomen op een hele mooie, rustige omgeving. Maar ik denk op het eerste gezicht ziet het er een beetje zielig uit. Typisch gevalletje Instagram versus reality. En dat is toch ook wel echt het voordeel van het camperleven, hè schat? Gewoon stoppen, overal lekker lunchen. Mooi uitzicht. Stad is aan mij dacht.
onze hike. Het wordt wel een dagje pittig doorstappen. We beginnen zo goed. Het dorpje ligt daar achter ons. Kom, gaan we. Zo, na 2,5 uur non-stop klimmen zijn we eindelijk. Even uit het bos, laat ik het zo zeggen. En daar op onze trouwe viervoeters nog. Hey. Koud, hè? Te lang met de drone gespeeld. Het sneeuwt. Maar ja, de hondjes zijn er nog. En helemaal terug bij de bus waren ook de paarden aanwezig. Hey, kijk eens. Koffietje. Wat is dat? 4 pp. Oh nee, wat is dat, een euro? PP? Nee, ik heb wel een euro en 10 cent. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is lekker weer vandaag. Dus we dachten, we gaan even lekker op uit met Fred. Ja, we zijn onderweg naar Ushguli, de hoogst gelegen stad van Europa. Of permanent bewoonde stad van Europa. Ja, we wilden daar graag heen, maar we hadden wat diverse verhalen over gehoord. Ja, niet de allerbeste weg is. Dus ja, mooi weer is dan wel erg fijn. Ja. We hebben even gecheckt bij wat locals. En het lijkt in ieder geval nu qua sneeuw en dergelijke wel oké te zijn. Ja. Verder niet aan te raden zonder 4x4. Maar ja, Fred zou Fred niet zijn als hij het toch zou proberen. Precies. We gaan het zien. Dat ze tussen dit plaatsje Kala en Ushguli aan het werk waren. Tussen 9. 7 en 12 en tussen 2 en 5. Ja, en het is nu 1 uur. Maar wat denk je? We kunnen er niet langs. Dus ik ben benieuwd hoe lang dit nog duurt. Bakkel op, Fred! Yay! Made it! Woo!
staat even geparkeerd. We hebben geluncht. We hebben besloten niet verder te rijden. Want het is hier toch wel heel erg blubberig. En het gaat de komende dagen regenen. Dus ja, het leek ons beter om terug te rijden. Want dan kunnen we ook hiken. En we hebben het wel gezien. Het is super mooi. Ja, nog even genieten van het mooie hier. Tussen de stiertjes doorwandelen. Nou, dit soort wegen, dat is nu, wow, misschien nog te doen. Maar straks... Heel veel om dicht bij die stier te lopen. Nee. Het is wel heel vet dat we hier nu al zijn. Dat we de weg toch gedaan hebben. En dat we dit mooie dorpje kunnen bewonderen. Het is echt wel een van de meest bijzondere steden, dorpen die ik in mijn leven heb gezien. Ja, zeg dat wel. Overal middeleeuwse wachttorens. Het lijkt wel middeleeuws inderdaad. Het is hier gewoon helemaal niks. Het ziet hier gewoon zo primitief uit. Echt heel bijzonder. Verdiende borrel. Dat kun je wel zeggen, ja. Meer dan verdiend. Ik ook. Wat vind jij van koeien, Lies? Ik vind ze leuk. Maar oh, hey! Ik hoef ze niet zo goed uit te komen. Ja, maar vet even koeien vangen. Ik vind de horens een beetje eng. Tijdens ons bezoek aan enkele unieke plekken in Georgië kregen we verdrietig nieuws vanuit Nederland. Lisa, haar opa, is onverwachts overleden. En toen heeft hij besluiten om tijdelijk terug te gaan naar Nederland om samen met de familie afscheid te nemen. Fred blijft in Georgië terwijl wij het vliegtuig naar Nederland pakken om onze reis over een paar weken weer te vervolgen.